Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, ik heb ze in elke maat. Bijt er eens in, sappeltje kind, zo roept de man op straat. Ja! Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we eindelijk weer met de appeltjes van Oranje. Ja, we hebben even op ons laten wachten als zijnde royalty-rubriek. Maar sinds Prinsjesdag hebben we er helemaal zin aan, zoals een groot staatsman vroeger placht te zeggen. Ja, de troonrede was natuurlijk een monument van nationale trots. Het land zit weer helemaal in de lift dankzij het zoveelste kabinet op Balkenende. En de vorstin had er duidelijk zin in daar in de ridderzaal. Ja, ze is sowieso erg goed gemut natuurlijk, Beatrix, vanwege de alweer derde komst van een kleinkind, wederom van Maxima. Ja, je gaat je toch afvragen als het in dit tempo doorgaat hoe dat zal gaan met de plannen om Paleis Soestdijk om te toveren tot een openbaar monogaal museum. Zoals je misschien weet, strijken reeds nu al hele volksstammen neer in de voormalige woning van zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard en haar koninklijke hoogheid Juliana. En het belooft een soort, Disneyland van van de Baarnse en Gooise streken te worden. Maar ja, als het in dit tempo doorgaat, dan zal het toch moeten worden nagedacht waarschijnlijk over een hergebruik van dit koninklijke paleis dat ooit nog werd bewoond door de befaamde Oranje Tsarina Anna Pavlovna. Maar dat even daar gelaten. Ja, nog even terug naar de troonrede, Prinsjesdag. Dit keer had de vorstin zich ook gehuld in een gouden japon als verlengstuk van de gouden koets. Die dit jaar met extra veel enthousiasme van het volk werd begroet. De koningin had natuurlijk ook goed nieuws voor zichzelf te melden. Haar uitkering gaat omhoog. Ze verdiende verleden jaar €715.000. Dat wordt nu verhoogd met toch een leuke premie van €50.000 naar €761.000. Toch nog steeds een hele aardige melkertbaan daar in Paleis Huis ten Bosch. Ja, minder leuk voor de vorstin. Aanhoudende pogingen van baron de Roy van Zuidwijn, Edwin, om zijn wraak te vieren op zijn voormalige schoonfamilie. De baron is momenteel werkzaam voor het Amsterdamse studentenweekblad Propria Curis en schrijft daar hele opmerkelijke artikelen met hele interessante nieuwtjes over het rijlen en zeilen in het heden en verleden van de koninklijke familie. Zo schrijft hij in het meest actuele nummer van Propria Curis het onbekende verhaal dat Bernhards broer Ashwin in 1952, dus na de oorlog, nog last heeft gehad met de Duitse justitie. Heeft de Duitse criminale recherche op zijn dak gehad vanwege valse aantijgingen tegen een graaf Soltikov. Ja, de Soltikov-affaire, dat is een van de pijnpuntjes in de Bernhard-biografie met name. Graaf Soltikov was een geheime dienstmedewerker van de abwehr in Duitsland. Die later door Ashwin en Bernhard en ook hun moeder Armgard werd beschuldigd van een moord op een Duitse officier. Nu waren die beschuldigingen voorkomen onterecht, zoals later ook wel bleek. Dat was ook de reden dat graaf Soltikov de Duitse politie afstuurde op Ashwin, die zich aan lasten zou hebben schuldig gemaakt. Die actie van de familie Liepe tegen die graaf Soltikov, die was ingegeven door het feit dat Soltikov na de oorlog journalist en schrijver was geworden. En met onthullingen dreigde te komen dat zowel Bernhard als Ashwin als moeder Armgard, inmiddels neergestreken op haar paleisje te Warmelo, tijdens de oorlog geheel in de zak zaten van diezelfde abwehr. Dus dat zij dus, hoewel Bernhard dus het zogenaamd het verzet aanvoerde vanuit Londen te Nederland, dat hij dan eigenlijk een agent was van de gevreesde abwehrchef, admiraal Wilhelm Canaris. Ja, dat is, en daar, bij die affaire kwamen dan
dat die Loch Ness-achtige fenomenen tevoorschijn als de geheimzinnige stadhoudersbrief die Bernhard tijdens oorlog zou hebben geschreven aan Adolf Hitler, waarin hij dan zijn diensten zou hebben aangeboden als rijksstadhouder der Nederlanden, der bezette Nederlanden dan wel. Enfin, die graaf Soltikov die heeft zich kranig verweerd. Aswin, en dat meldt dus de Roy van Zuiderwijn in Propria Curis. Dus die kreeg dus in 1952, werd hij bijna in de bak gesmeten vanwege deze onthullingen. Hij heeft toen onmiddellijk het hazenpad gekozen richting Nederland. En vervolgens is hij in New York werkzaam geworden als conservator van de Chinese van Ming-fase in een befaamd New Yorkse museum. Ja, nou, aan deze affaire zit nog wel een staartje. En op andere fronten gaat men er ook maar op door. Ja, u weet, Bernhard, voordat hij het tijdelijke voor het eeuwige verruilde, heeft zich nog verweerd tegen al deze aanklachten. Hij heeft nog een voormalige directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst gezet aan het schrijven van een rapport om zijn koninklijk stoepgeheel schoon te vegen van al dit Tweede Wereldoorlog leed. Maar zie, nu komt Thomas Ross, de bekende thrillerschrijver, ook een bekende Bernardoloog inmiddels, weer met een boek. Thomas Ross die heeft nu een trilogie geschreven, drie grote kloeke romans met als ondertitel voor Koningin en Vaderland, waarin hij de meer obscure episode van Bernard en zijn aanhang behandelt. Het laatste boek is King Kong. King Kong, dat handelt natuurlijk om King Kong, de dubbelspion Christian Lindemans uit Rotterdam, die tijdens de oorlog, zo aan het eind van de oorlog, echt een bloedbroeder werd van onze overleden prins. Maar helaas toch ook in de zak van de Duitsers bleek te zitten. En nog steeds wordt ontzettend veel gespeculeerd over dat King Kong het verraad zou hebben gepleegd van Arnhem. Dat hij de Duitsers had verteld wanneer de geallieerden hun operatie Market Garden in 1944 zouden uitvoeren. Market Garden, dat was de operatie waarin dan geparachuteerd werd op Arnhem en omstreken. En van daaruit dan een einde te maken aan de bezetting in 1944, zodat Nederland de hongerwinter bespaard zou blijven. Nou, zoals bekend is dat niet gelukt. De Duitsers wisten er blijkbaar van en King Kong, Christian Lindemans, werd in het algemeen aangewezen als zijnde de grote verrader. Maar wat was dan de rol van Bernhard? Is dan altijd de vraag. Afijn, die kwestie behandelt Thomas Ross in deze hele meeslepende thriller, waarin feit en fictie naar het befaamde faction-procedé worden vermengd.